Met Healing Touch for Animals werk je met energie en intentie. En die twee tools gebruik je om het energiesysteem weer in balans te brengen. Je kunt dieren helpen bij hun immuunsysteem, dus het werkt preventief. Maar ook als dieren bijvoorbeeld geopereerd zijn, een verwonding hebben, bij gedragsproblemen, betere focus op wedstrijden, daarbij kun je dieren helpen. Zachte aanrakingen die de energie van een lichaam helpen bij het zuiveren en in balans brengen. Helende aanrakingen. Concrete, energetische technieken, speciaal voor dieren ontwikkeld om te helpen bij hun genezingsproces en algeheel welzijn. Dat is Healing Touch for Animals. Deze zachte aanrakingen zetten een cirkel van lichamelijke veranderingen in werking. Het dier ontspant en natuurlijke herstelmechanismen worden als volgt geactiveerd. Spieren ontspannen, waardoor de bloedcirculatie verbetert. Voedingsstoffen worden dan beter opgenomen en afvalstoffen beter afgevoerd. Daardoor worden hormoonhuishouding en immuunsysteem optimaal gestimuleerd. Het zelfgenezend vermogen wordt geactiveerd. Als het lichaam in balans is, heeft het effect op alle facetten van het dier. Fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Een dier voelt mijn energie, ik voel zijn energie. Als allereerste meet ik de energiepunten van het lichaam. En wat ik nu aan het meten ben, is eigenlijk de levenslijn. Dus het contact met moeder aarde en het universum in feite. Onze huidige natuurwetenschappers bewijzen steeds overtuigender dat elk lichaam, elk voorwerp, alles wat ons omringt uit energie bestaat. Alles is met elkaar verbonden en wordt door intentie en energie beïnvloed. Nieuwe inzichten die leiden tot nieuwe technieken. Healing Touch for Animals biedt technieken om energiecentra van het lichaam te meten en te analyseren, het energiesysteem te zuiveren en het lichaam aan te zetten tot zelfheling. Als je dier behandelt, merk je dat hij diep ontspant. En die diepe ontspanning die brengt allerlei reacties in het lichaam teweeg. Zijn hartslag gaat langzamer, er komt meer zuurstof in de spieren. Hij maakt endorfine aan, waardoor hij zich heel lekker voelt. En dat na de behandeling blijft hij ook zich een hele tijd goed voelen. Hij zit lekkerder in zijn vel. Met wat de eigenaar erbij vertelt, wordt een totaalbeeld gevormd en een behandelplan specifiek voor het dier opgesteld. Dieren reageren hier heel open op. Zij accepteren de behandeling instinctief. Vaak worden Healing Touch for Animals technieken in aanvulling op de traditionele geneeskundige zorg gegeven. Soms worden speciale stemvorken ingezet. De frequentie van de stemvork resoneert met energiecentra van het lichaam, waardoor het lichaam meer kan openen of een extra zetje krijgt in het proces van heling. Vaak worden er ook gewerkt met essentiële oliën, ook wel aromatherapie genoemd. Er worden zuivere, therapeutische oliën ingezet om het helingsproces te ondersteunen en te versnellen. Een essentiële olie is de lymfe, het bloed van een plant. Deze stoffen zijn in harmonie met mens en dier, omdat ze uit dezelfde bouwstenen bestaan. Essentiële oliën zijn een van de eerste geneesmiddelen die de mens gebruikte. Oude kennis die nu weer steeds vaker en met goed resultaat wordt ingezet. Er kan ook op afstand gewerkt worden. Het dier is dan op zijn eigen plek en de Healing Touch beoefenaar werkt op afstand. Dit is fijn om moeilijk te benaderen dieren te kunnen helpen, of bijvoorbeeld als er een periode dagelijkse ondersteuning gewenst is. Al deze technieken zijn ontwikkeld door de Amerikaanse Carol Commator. Zij heeft in de jaren 90 het programma samengesteld. Cursussen worden ook in Europa aangeboden. De opleiding tot beoefenaar bestaat uit 4 opbouwende niveaus
welke afgerond kunnen worden met een certificeringstraject. Ter ondersteuning van cursisten worden regelmatig oefendagen door docenten en coördinators aangeboden. Uniek aan deze opleidingen is het hands-on werken met honden en paarden. Met de Healing Touch for Animals technieken kan elk dier, wat niet lekker in zijn of haar vel zit, of ziek is, of andere problemen heeft, geholpen worden. Healing Touch for Animals, concrete, complementaire zorg voor elk dier.